Welkom bij een nieuwe video. In deze video vertel ik je meer over de beste aanpak om trauma te verwerken. Trauma is complex en er is zeker geen quick fix om trauma te helen. We hebben allemaal onze unieke combinatie van jeugdervaringen, omstandigheden, genen, blokkades, worstelingen, overwinningen en ook momenten van twijfel of we ooit zullen helen. Er is geen one-fits-all benadering voor het verwerken van trauma, omdat het afhangt van verschillende factoren, waaronder de aard van het trauma, de persoonlijke geschiedenis en achtergrond en de individuele behoeften en voorkeuren. Er zijn echter verschillende therapieën en zelfhulpmethoden die bewezen effectief kunnen zijn. In deze video deel ik mijn belangrijkste tips rondom effectieve... ...veel voorkomende benaderingen. De meeste technieken pas ik dagelijks bij mijn eigen cliënten toe in de praktijk. Hier zijn enkele voorbeelden die veel voorkomend zijn. 1. Traumagerichte therapieën. Therapieën zoals EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing... ...cognitieve gedragstherapie, oftewel CGT... ...en somatische traumatherapie kunnen effectief zijn. Deze benaderingen richten zich op het verwerken van traumatische herinneringen en het verminderen van de bijbehorende symptomen. Persoonlijk werk ik het meest met een combinatie van het aanleren van kennis rondom trauma, dus een soort van cognitieve gedragstherapie, en lichaamsgerichte therapie, zoals Somatic Experiencing, wat het werk van Pieter Levine is. Ten tweede, gesprekstherapie, zoals psychotherapie of counseling. Kan bijvoorbeeld helpen bij het begrijpen en verwerken van de emotionele impact van trauma. Een veilige en ondersteunende relatie met de coach of therapeut is daarbij cruciaal bij het herstel. En zoals dokter Steven Porges van de polyfagaaltheorie zegt, safety is the treatment, oftewel veiligheid is de behandeling. Ten derde, zelfhulp en zelfzorg. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mindfulness en meditatie. Deze praktijken kunnen helpen bij het ontwikkelen van bewustzijn en het vergroten van emotionele regulatie. Mindfulness kan ook helpen bij het verminderen van angstige gedachten en het vergroten van het algemene welzijn. Ook lichaamsbeweging is erg belangrijk. Regelmatige lichaamsbeweging kan bijdragen aan het verminderen van stress en het bevorderen van een gezonde emotionele balans. Het kan ook helpen bij het loslaten van opgekropte spanning in het lichaam. Wat ook helpend is is creatieve expressie of een vorm van creatieve therapie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan schrijven, aan tekenen, aan schilderen of andere vormen van creatieve expressie. Die kunnen allemaal een uitlaatklep bieden voor het uiten van emoties en het verkennen van de ervaring van het trauma. Zelfhulpboeken zijn ook een mooie theoretische ondersteuning. Er zijn veel zelfhulpbronnen beschikbaar, die specifiek gericht zijn op het omgaan met trauma. Nou, deze bronnen kunnen natuurlijk educatief zijn en concrete tools bieden voor zelfreflectie en herstel. Recent heb ik een boek geschreven dat gericht is op het zelf helen van trauma via een lichaamsgerichte aanpak. Het boek is vanaf eind februari 2024 verkrijgbaar via mijn website www.marcuskrielen.nl Ten vierde, ondersteuning van sociale netwerken. Mensen hebben sociale contacten nodig. Steun van vrienden en familie. Het delen van ervaringen met betrouwbare vrienden of familieleden kan emotionele steun bieden. Het is belangrijk om mensen om je heen te hebben die begripvol, die ondersteunend zijn. Deelname aan steungroepen met mensen die vergelijkbare ervaringen hebben gehad kan ook een gevoel van gemeenschap bieden en het begrip voor trauma vergroten. Ten vijfde, professionele begeleiding. Het is natuurlijk belangrijk op te merken dat het verwerken van trauma een individueel proces is dat tijd kan kosten. Het inschakelen van professionele hulp, zoals een getrainde therapeut, kan zeer waardevol zijn. Bovendien is zelfzorg van cruciaal belang en het is belangrijk om geduldig te zijn met jezelf tijdens het proces van heling. Het vinden van een benadering die bij jouw behoefte- en comfortniveau past, is essentieel voor effectieve traumaverwerking. Persoonlijk ben ik van mening dat medicatie zoveel mogelijk vermeden dient te worden. Via een natuurlijke, lichaamsgerichte aanpak is namelijk heel veel mogelijk tijdens het herstelproces. Tot zover deze video. Vond je de inhoud interessant en of helpend? Geef dan een like en deel deze video met je vrienden. Abonneer je ook meteen op mijn YouTube-kanaal en druk daarbij op het belletje om geen video meer te missen. Jouw heling begint hier.